De aanpassing ging normaal veel beter zijn, had men ons beloofd, maar het is dus terug identiek hetzelfde zoals voorheen. Er zijn veel problemen, dus we zijn nu 2 maanden ver en er zijn ondertussen al 3 of 4 accidenten gebeurd met bussen en taxis. Het klopt helemaal nog niet. De beste verandering zou zijn dat wij dus gewoon gescheiden blijven van de bussen. Hier gaat alles door elkaar nu. We zitten hier ook in die gleuf. Dat is geen goed systeem. Ja, het kon natuurlijk een beetje anders aangelegd worden. Hè. Het is een beetje moeilijk daar met opstroppingen daar, maar de bussen naar buiten moeten rijden. En als het vol staat, ja, zijn er daar opstroppingen. En we moeten hier de mensen afzetten en kijken hoe gevaarlijk dat er is met de bussen die hier passeren. Kinderen die dikwijls uit de auto springen. Het is een beetje, ja. We hebben geen echte plaats waar we kunnen... Dus je bent niet genoeg geïnformeerd geweest door de stad of met een planneke waar je effectief je mensen moet afzetten? We hebben een mail gekregen en we moesten dat daar afzetten, juist achter me. Maar daar was het onmogelijk. De mensen van de lijn hebben dat ook gezien en hebben dan beslist... dat we hier mogen staan, omdat er hier iets minder bussen zijn, maar ja, het zijn hier toch nog bussen. Dus we moeten, het komt erop neer dat we toch tussen de bussen alles moeten afzetten. Maar dat is goed als er maar 1 taxi is, maar straks zal het seizoen beginnen. En dan gaan er hier 4, 5 taxis tegelijkertijd alle mensen moeten uitladen. En dat wil ik dan nog wel eens zien hoe dat gaat gebeuren. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden, denk ik. Kijk, staat hier een boxjes, die moeten weg zijn, want het is echt een grote probleem. En onze probleem voor lossen. Er is geen los plaats waar moeten we mensen afzetten. De ene zegt hier, de andere zegt daar en daar. Ik heb ook gezien dat er taxichauffeurs hier juist naast in de sleuf ook mensen afzetten. Mag dat? Vroeger ze zeiden mag, maar nu mag niet meer. Nee, niet tevreden, nee, maar het nieuwe stationsplein niet. Nee. Wat zou er voor u moeten veranderen? Hier de strookje, alleen die borduur hier nevers, dat zou weg moeten. Zodanig dat we om een oprom krijgen, dat we kunnen onze klanten bedienen, dat we hier weg kunnen. Om we de derde of de vierde stoen of de tweede zes, kunnen we eigenlijk geen weg. Voor onze eigen klant neptalen eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Omdat we geen plaats hebben om de mensen af te zetten. We kunnen niet wegrijden als we telefoon krijgen. En we moeten hier blijven staan in die rij. En wachten. En als we telefoon krijgen, ja, staan we vast. Wat zou er voor u moeten veranderen? Die betonnen blok die weg moet. En daar vooraan, als we onze draai moeten nemen om weg te rijden, kunnen we ook praktisch niet. Want de bussen komen daar ook afgereden. En dat gaat ook niet. Het is wel fout. Wat is voor u het probleem? Het probleem is eerst, onze plaats is niet goed aanduid voor de toeristen. Die moet komen zo varen. De tweede, hier, die... Ik weet niet hoe je noemt dat, een trottoir of een sluif. Een sluif. Jullie noemen het sluif. Ons noemen het een beetje, je weet wat. Maar zo, like nu, krijg je een roepen. Hoe moet dat doen? De roven. Van kapotreden. Voilà. En wie moet dat bedankt? De Lien, de NNBS, Stad Breu, architect. Ik heb het de eerste dag meegemaakt, dus ik stond derde met een busje. En er waren 2 platte wagens waar maar 4 personen in konden. En er kwam een groep van, ik denk 6 of 7 mensen af. Die konden enkel in een busje. En die wilden natuurlijk, vroeger was dat gemakkelijk. Ja, je neemt daar een busje, 1 familie samen met kinderen allemaal. En nu kon dat niet. Dus ik stond vast in de gleuf, ik kon niet weg. Er waren nog 2 platten voor me. Dus ik heb dat dan een keer gevraagd ook aan een... Aan een politieagent, wat er dan moet gebeuren. Ah ja, dan moeten ze maar 2 platten nemen. Dus dat bedoelen dat je dan in feite een familie gaat scheiden in feite. Plus op kosten jagen ook. Hè. Ja, dat is misschien... Wij zouden moeten apart staan. Afgescheiden van de bussen. En wij zouden moeten een plaats hebben waar dan we de mensen kunnen afzetten. Stel je voor... Je hebt iemand vooraf te halen aan het station. En de trein is 10 minuten te laat. Waar ga jij u plaatsen om achter die klant te wachten? Dat ik het niet weet. Ik weet het echt niet. Ik zou me misschien daar op... wat aan de bussen. Wij moeten daar lossen. Dus ik zou me daar zetten. Maar de bussen gaan van hun droren maken omdat je in de weg staat.
En er is nog een ander probleem. Kijk, als je kijkt hier, staat twee platte wagen. Ze mogen alleen vier toeristen of vier personen nemen. En ik sta hier met busjes voor acht. Als er nu mensen komen met vijf, zes en ze willen busjes nemen, ik kan niet wegrijden. Ik sta hier vast. Ik kan niet wegrijden. Of ik moet wachten tot die mensen wegrijden. Of we vragen die mensen weg en dan ik moet rijden. Dat is het grote probleem. We zijn geïnformeerd om hier een tour te doen. En ze hier af te zetten. Waar dan de bussen ook stoppen. Maar in feite is het niet veilig voor de mensen die niet stoppen.